Nou, voordat je gaat rijden in de sneeuw is het natuurlijk heel belangrijk dat we goed zicht hebben. Dus onze ramen moeten goed schoon zijn en onze spiegels moeten goed schoongemaakt zijn, zodat we veilig kunnen gaan rijden. Wegrijden moeten we op een rustige manier doen. We laten nu eerst zien hoe dat het niet moet. We gaan hier veel te snel met de koppeling omhoog en we geven veel te veel gas. Dus die auto gaat spinnen en dan hebben we minder controle over de auto. Nu gaan we zien hoe dat het wel moet. We gaan heel rustig de koppeling omhoog laten en een beetje gas bijgeven. En nu zie je dat je zonder wielspin weg kunt rijden, zodat je maximale controle hebt over je voertuig. Hetzelfde geldt als we moeten gaan remmen. Als je te hard aankomt en je moet hard remmen, kun je sturen waar je wil, zoals je nu kunt zien. Alleen je auto blijft gewoon recht vooruit rijden. Nou, dat is niet echt handig natuurlijk. Zo heb je dus minimale controle over je voertuig. Als je hier nu kijkt, komen we een stuk rustiger aanrijden. En zie je als je gaat remmen, dat je nog volop controle hebt. Je kunt gewoon naar links en rechts sturen en die auto doet gewoon wat jij wil. Maar dan komt er dan onze snelheid gewoon veel lager ligt nu. En dat we ook minder hard remmen. Dus rustig afremmen. Een bocht moeten we ook altijd rustig nemen. Zoals hier gaan we veel te hard. We komen veel te hard aanrijden. En we moeten alle zeilen bijzetten om een beetje recht door die bocht te komen. Hier doen we het al een stuk beter. Hier gaan we een stuk langzamer rijden, waardoor we veel meer controle hebben. Kunnen we rustig insturen en die auto die volgt gewoon de bocht netjes. Waardoor het ons ook, voor ons ook een stuk makkelijker wordt, ja, om die auto netjes op de weg te houden. Zorg ervoor als we op een rechte weg rijden, dat we altijd voldoende afstand houden. En dat we onze snelheid goed aanpassen aan de situatie. Nou, je ziet het is best druk, er ligt sneeuw. Goed afstand houden. Deze weg is wel meer besneeuwd, dus we rijden hier nog wel rustiger. Maar de afstand is ook iets groter tot onze voorliggers. En je ziet als je gewoon rustig rijdt, dat je ook makkelijk de bochtjes kunt maken. Snelheid goed aanpassen. Nu gaan we zo meteen zien als we verkeerslichten gaan naderen. We hebben het ook rustig moeten doen. Altijd rekening mee houden dat we in één keer stil moeten gaan staan. Dus rustig naderen, goed kijken, snelheid goed aanpassen. En als het op het laatste moment op oranje springt, rijden we natuurlijk gewoon door. Want anders glijden we alle kanten in.